In deze vlog gaan we jullie meenemen naar boerderij. Een oude boerderij waar we een gezinsretraite gaan beleven. We gaan verwonderen, verbinden in de natuur met jezelf, met elkaar. We gaan workshops volgen. Het weer is wat minder, maar het zal wel goed komen. En slapen in een, een beltent. Een luxe tipi-tent met een bad erin, met een kacheltje erin. Heel knus volgens mij. Dus ja, we gaan het beleven en we gaan jullie meenemen dit weekend. We nemen toch wel aardig wat mee, hè? Nou ja. Ja, toch wel. Warme kleren, droog vooral. Ja, dat wel. Oh, alleen maar regen. Geen van de rest, de rest van het weekend ook wel regen. Ja. Hè? Nou ja. Ja, wat zeiden ze in Zweden? Ja. Kleurt er weer. Nee. Dus, nee. alleen slechte kleding, geen slecht weer. Zo is het. Lekker knus in de beltent. Zo is het. Vuurtje aan. Vuurtje aan. Dat is heerlijk. Nee, dat wordt genieten. We maken die chocolademelk. Zouden deze koeien chocolademelk maken? Nee. Nee, hè? Melk. Melk. Zo, aan met de pont. Ja, dat geeft echt wel het gevoel dat je echt even helemaal eruit bent, hè? Op reis bent. Hallo. Oh, zo, ja. Oh, ja, ik zat even te kijken. Dus, Ja, maar gewoon zo kunnen betalen met de pas. Ja, dat is wel fijn. Ja. Dat toch? Hoop ik. Zag je ik dat? Hoop het. Ja, oh. Dat weet ik niet. Ik hoop het dat we met de pas kunnen betalen. We zullen toch wel een beetje meegaan met die tijd. En anders stuur dus een ticket. Nee, dat is een goeie. Zo is het. Nee, nog niet. Bijna. Het ging, hè? Uit de soepel en vriendelijk. Ja. €5. Vind ik best veel geld nog. Ja, even voor 1 minuut. Ja. Nou, dat is best veel geld, ja. Dan wordt er niet eens gewassen, de auto, hè? Nee. Nee, maar de vorige keer was ik bij een Amerongen met Filou, kleine potje, geloof €2. Net zo ver. Nou. Leuk. Leuk! Maar we zijn er bijna, inderdaad. Meteen nog 5-6 minuutjes en dan zijn we er. Kijk nou, hoe leuk dit. Kijk nou, fantastisch. Fantastisch. Oh, leuk. Zijn we met haar? Hoi. Weet je, hè? Wat is dat dan? Wat is dat nou? Kijk, dan kan die zo. Kunnen we ermee rollen. En dan heb ik hier een bak. En dit is een grabbelton. Zie je dat? Zullen we het eens gaan proberen? Mama. Ja, met mama dan. Gaan we maar schrabbelen. Schrabbelen. Gaan we heel de ton doorgrabbelen. Ja. Goed, dus kunnen ze het zo. Ja. Nou. Jij weet gelijk al hoe het moet. Ja. Wat klopt. Zo blij dat jij bestaat. Gezegende jij. Dat zegt mama wel eens even. Ja. Ja. Oh, dat kan wel mooi gebruiken. Ja. Ja. Prachtig. Ja, heel mooi. Zo. Het is ook zo leuk. De tent en het hokje naast de tent, daar is het badhuis. En het ziet echt heel schattig uit. Wacht even hoor. Ja. Hey Filou, is daar? Daar is Filou met het paard. Ja, die doet het goed, hè? Zo hé. Hij wil eigenlijk vrij rennen. Oh, oké, okay, dat is ook goed hoor. En eigenlijk kan ik hem nog niet houden. Kijk hoe leuk. Wat? Oh, wat een mooi gebakje. Dat is voor jouw verjaardag. Oh, kijk eens. Wat een mooi gebakje. Hartjes. En hoe smaakt die? Kijk, in dat hartje denk ik. Ja. Zal ik hem in 3 stukjes gaan snijden? Mm-hmm. Ja. Vindt hij leuk, man? Vindt hij leuk? Ja. Ja, hè? En hier nog een heel speelhoekje. Wat leuk. Wat
fantastisch, hè? Ja, het is echt heel leuk. Kijk nou, hier een kacheltje. Het was licht toen we aankwamen. We hebben wel wat iets kunnen filmen. Ik merk dat het nu best wel donker is, maar met al die lichtjes ziet het er zo knus uit. Het is droog inmiddels, net regent het nog. Maar ja, we hebben een lekker vuurtje. Oh, dat gaat goed, zeg. Lekker. En lekkere marshmallows. Weet je, als ik hem er langer in hou, dan plak valt hij er vanaf. Zou dat zo erg worden, ja? Marshmallows worden vaak veel zachter dan zo. Ach, kom maar hier staan. Dan zit je niet zo in de gang. En papa heeft de pizza-oven aangezet buiten. Dus we gaan nu deeg maken voor de pizza's. Maar je gaat eerst lekker genieten van je marshmallow, hè? Zo, dat gaat goed. Wat ben je aan het maken dan? Pizza? Lekker, hè? Ja, zo leuk. We hebben dus een mand gekregen met alle ingrediënten voor het maken van de pizza. En het deeg is al voorgekneed. Ik zal het even laten zien. Dus je kan gelijk aan de slag. Filou maakt al de pizzabodem. Met de handjes of met een deegroller, wat je wil. Kijk, nog een potje met meel erbij. We hebben lekkere verse mozzarella. We kunnen hem dadelijk versieren met mozzarella, champignonnetjes. Lekkere kaas. Kaas. En ik zal de rest ook even pakken. Hier nog een heel mandje. Met tomaten ook. Oh. En paprika. Sla. En ook nog tomatensaus. Allemaal verse producten. Allemaal biologisch. Heerlijk. Ja, het is echt fantastisch. Ik ben benieuwd of ik een goede pizzabodem maak. Maar? Ja, maar het moet echt goed plat. Ja. Weet je wat? Ik maak kleiner voor mezelf. Even binnen de pizza. Zo, de pizza is ingesmeerd. Echt wat voor pizza wordt dit dan, Filou? Margarita, denk ik. Is dit jouw mooie plekje, Filou? Ja. Wat leuk. Ik heb ook zo kleine oortjes. Ik zet het sneller bij de mama. Dit zijn egeltjes. Ja, twee zelfs? Ja, een kleintje en een grote. Oh, heerlijk. Goedemorgen. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik hoop dat het een beetje aan blijft. Ja. Waar? Hoe gaat deze vast? Stil, man, stil. Oh, ja. Oh, wat mooi zeg. Kom maar, kom eens kijken wat erin zit. Chudarans. De kippen buiten, lekkere chudarans vers. En kijk dit dan. Yoghurt met homemade granola. En echt zo leuk in een pot gedaan. Verse croissantjes. Ja, het is echt genieten. Even een kopje koffie erbij. Ja. Lekker. Dankjewel. Echt heerlijk. Kijk eens. Zelfgemaakt. Ja, wat is het? Havermout. Bananenbrood. En de kipjes die ronddwarrelen. Vuurtjes dat aanbuiten. We zijn naar Berkenwoude gereden. Dus 5 minuutjes van Stolwijk vandaan. Midden tussen de weilanden ook weer. Sowieso een prachtige route. Was hier nog nooit geweest. We zijn nu aan het wild plukken. Ik heb net al brandnetel gegeten. Ja. Hey. En dat kan dus gewoon, zonder dat je mond in brand staat. En nu zijn ze wat andere dingen aan het doen. En we wilden al langer een keer zoiets doen, wild plukken. En dat zijn we nu dus gewoon aan het doen. Ja, een appeltje. Wat mooi. Is het goed? Nou, zal ik eens wat vertellen wat we met die appel kunnen doen. Als jij hem hierin doet, dan ga ik hem drogen. Appel kan je ook in thee doen. Oh ja, kijk. En die witte bloem. Ik ben ook benieuwd naar die droogmachine. Want dat ja, vind ik wel een die leuk kan ik ding laten zien daar ook. Welke is dit? Ja! Dat is hem. Weet je hoe deze heet? Madelief. Ja! Dus nou weet je er al twee. Brandnetel en madelief. En ik pak altijd de lekkere, mooie blaadjes. Dan gaan we eens kijken of we een ei zien. Als jij nou doorloopt, dan doe ik hier een plekje open. Oh, gaan we eens kijken of er eitjes liggen. Ik denk het wel.
Ja. Nou, dat weet je pas als je hem onder in de warmtelamp gaat leggen. Als hij dan warm wordt, gaan we er een lampje onder doen. En dan zie je in het lampje of er iets aan het groeien is of niet. Ja, heen en weer. Naar de overkant en dan komen we dan... Dan gaan we weer terug. Ja. Dus het is een heen en weer. Zo, goed vasthouden. Oei. Hoepsa. Super. Dat ging goed. Hoi, liefje. Hoi. Kwam Sila alweer bij jou kijken? Ja. Ik denk dat Sila jou lief vindt. Ja. Echt waar? Ja, ik denk het echt. Kijk maar. Vind jij hem ook lief? Ja. Ja. Ik eens voelen wat er is gebeurd met de blaadjes. Zijn ze nog nat of zijn ze al droog? Droog. Moet je opletten. Hoe voelt dit? Ruw. Ruw, hè? Ja. En als je dit helemaal fijn maakt, helemaal klein, dan heb je venkelkruiden. Zal ik deze aan jou geven, Filou? Dan ga ik dit in de droogoven doen. En dan ga ik mama even effen om het op te sturen voor de thee. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Ja, superleuk. Heel veel plezier met jullie zoektocht. Dankjewel. Ja, zoektocht. Want het is gewoon ook een droom dat tijdens het reizen is ontstaan. Dat wij heel graag een boerderijtje willen gaan starten. Om allerlei mooie projecten te gaan doen. Waaronder dus ook wildplukken, workshops. Een leuk atelier waar je creatief bezig kan zijn. Met bijvoorbeeld pottenbakken. En vooral gebruik te maken ook van lokale producten. Hier is lekker boer. Mm. Voor iedereen, voor elk kind. Voor jullie. Dat is een leuk potje. Eens kijken, is dat een kipje? Ja, dat zou het weten dat het kip is. Ja, dat het kippenboer is. Ja. Dus smikkelen. Het. We hebben ook zo'n lunch, dus dat komt goed uit. Kijk, hey, dat gaat goed. Zo, die zijn lekker aan het smikkelen. Jij zijn ze lekker aan het smikkelen? Ja, kijk eens. Ik heb alles gestrooid voor ze. Oh, wat goed. Oh, ze zijn er heerlijk aan het smikkelen inderdaad. Eens kijken. Lepeltjes. Dan heb je de goudse kaas, en yoghurt en brood. Oh, lekkere biologische pindakaas. Het ziet er heel leuk uit. Nou, we gaan het snel uitpakken, lekker eten. Kijk. Wat is daar? Er zijn dus nog steeds aan het pakken van mij lekker eten. Oh, de kipjes. En die kaas. Ja, die is goed hè. Er zit echt zo'n... Ja? Een ziltje. Ja, ik zie jou. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het springen. Ik zie het. Pijn. Prepa. Oh. Emmy. Nou, ze komt zo wel weer zitten. Lekker zo. Wat ben je dan aan het oefenen? Hula hoepen, kijk. Is dit hula hoepen? Ja. Zo, kijk wat heb je daar. Ja, dat is een verderstik om straks een kacheltje aan te maken. Vuurtje, zonnetje komt door. Nou. Gaan we die overvliegen. Ja. Wauw, die doet het goed, zeg. Kijk eens hoeveel grapjes wegen. Juicht Fleertje. Ik ook, Tjerkrekel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De weegschaal is kapot. Jemig, zegt hij zacht. Vriendschap weegt een boel, zeg. Ja, zo, die is niet goed.
Oh. Mooi, hè? Ik was nog eens lekker wakker worden. Ik was eigenlijk niet zo vrolijk vanochtend, want ik had vannacht weinig geslapen. Het had zo hard gewaaid, geregend en ik kon de slaap niet vatten. Maar dit maakt toch heel je dag weer goed? Ja, dit is toch wel een plaatje. Zitten er blauwe besjes in? Ja, maar er zitten nu geen niet meer in. Oh, ik heb het uitgevloekt. Ze hebben een lekker vuurtje gemaakt. Ja. Ja, dit weekend stond wel in het teken ook van vuurtjes maken, onszelf warm houden. Dat is ook wel de charme van dit hele concept. Dat je echt even terug naar de basis gaat. Nou, ik laat het zo zeggen, ik kan dan extra genieten van een lekker warm croissantje bijvoorbeeld. Oh, en wat hebben we gisteren gemaakt, Filou? Een heel mooi, wat is dat voor kleistukje? Dat is niet zomaar een kleistuk, dat is een eiland. Dat hebben we met elkaar gekleid, hè? De rest van de kleistukjes liggen daar. Even leuk om te vertellen, want we kregen een workshop van Villa Hoep. Het is een samenwerking, dit gezinsretreat, met Villa Hoep en boerderij. En dus krijg je ook korte workshops met je gezin. Dat was echt leuk, hè? Dat is heel leuk, met ja. Met elkaar kleien, eilandjes kleien en daarna zelf vertellen iedereen zeg maar om de beurt. Hoe je eiland eruit ziet. Ja. En dan komen er zoveel mooie dingen naar boven. Ik kan er nog wel over vertellen. Oh ja, vertel. Jij moet er ook over vertellen. Ja. Eerst jij. Eerst ik. Mijn eilandje was een hart in de vorm van een hart. Hè? En met allemaal mooie bloemen erop. Heel vrolijk en tropisch. Heel open, en heel liefdevol. Mama, mag je nu over de mijne? Ja, vertel. De mijne heeft heel veel dieren, glitters en poppetjes. Dat knoopje is eigenlijk het huisje. Ja. En dit is een lieve heersbeestje, een beertje. Ik zie het. Deze en deze. Prachtig. Mijn eiland was met een zee, grote bergen en aan de andere kant ook weer kust. Dus een puzzelstukje met fruitbomen waarop ze hier zeiden van, oh ja, dat is soms ook een puzzel, hè, je leven. Nou, dat is ook allemaal waar. Dus ja, er zat heel veel moois in. Krijg je de opdracht, maak een eiland. Ja. En dan ga je beginnen met je handen kneden en dan komt het gewoon. Ja, dat vind ik leuk. Ja, dat was heel fijn. En zo met z'n drietjes. En vind ik ook leuk. Ja, dat was leuk, hè? Het is boerderij. Hoe leuk was het? Het was heerlijk. In de herfst, lekker buiten zijn. In je tippietent, uitkijkend over de weilanden. Genieten van heerlijke producten, lekker eten. Samen zijn, even in je eigen bubbel met elkaar. Ja, dat was echt wel heel erg fijn. Mocht je nou denken van dat wil ik ook. We hebben de link van Boerderij onder deze video in de beschrijving geplaatst. Daar kun je meer informatie vinden over het programma en inschrijven. Ja, dus nou ja, wij gaan nu even lekker nagenieten. We zijn weer terug in Beuningen. En ons voorbereiden, want ja, ons nomadenleven is gestopt. We gaan ons vestigen in Zutphen. Daar hebben we een prachtig schooltje gevonden voor Filou, een Waldorfschool. En het leuke is, we gaan er vlakbij, eigenlijk tegenover het schooltje, in een eco-village wonen. Dus, maar daarover later meer. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot in de volgende video.